allemaal, welkom bij Fem. Deze week hebben we weer een leuk themaweek voor jullie, namelijk onze top 5. En iedereen laat iedere dag een verschillende soort top 5 zien en dus allemaal een andere categorie. En gisteren en eergisteren heb je al de video's kunnen bekijken van Gianni en van Sharon. En vandaag is het tijd voor mijn video en de categorie van vandaag is haarverzorging. Ik laat jullie dus mijn top 5 haarverzorgingsproducten zien, die ik heel erg graag gebruik voor het verzorgen van mijn haar en voor het creëren van volume, noem maar op. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete haarproducten, blijf dan vooral kijken. Ik ga allereerst beginnen met mijn favoriete verzorging voor het haar. En daarmee begin ik gelijk met het grootste product die ik hier heb liggen. Het meest dikke, volle product. En dat is het Macadamia haarmasker. En ik gebruik 1 à 2 keer per week gebruik ik sowieso een haarmasker. Omdat ik mijn haar best wel vaak verf. En ik gebruik styling tools. Hitte van tang is heel erg slecht voor je haar. En natuurlijk ook feunen is ook niet heel erg goed voor je haar. En daarbij heeft je haar gewoon af en toe nog eventjes een extra boost nodig. En om mijn haar dan een extra boost te geven, gebruik ik altijd een haarmasker. En mijn favoriete haarmasker, die echt gewoon op nummer 1 staat bij mij, is het Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. En dit is een masker die herstelt het haar. Echt diep tot in de punt verzorgt hij het haar. En het zorgt er gewoon voor dat het haar lekker glad wordt, en mooi eruit ziet, gezond eruit ziet en mooi glanst. En deze gebruik ik gewoon echt heel erg graag 2 keer in de week, soms 3 keer in de week. En eigenlijk het liefst wanneer ik mijn haar was. En ik was mijn haar om de dag of om de 2 dagen. Ik probeer het om de 2 dagen te doen omdat het gewoon net iets beter is voor je haar. Om je haar zo weinig mogelijk te wassen. Maar als ik mijn haar dan was, dan gebruik ik dan zo nu en dan dit masker. En ik vind hem heel erg fijn. De substantie van dit masker is een beetje dikker. Niet vettig of zo. Dus hij maakt je haar absoluut niet vet. Wat wel belangrijk is dat je het goed verdeelt in de punten. En niet bij de roots. Dus niet bij de hoofdhuid van het haar. Maar echt in de punten. Omdat anders wordt het hier wel heel gauw vettig. En dat wil ik liever niet. Maar in de punten dan kan ik gewoon echt 2 dagen mijn haar niet wassen. En dan wordt het nog niet vet. Dus dat vind ik heel erg fijn van dit masker. Het liefst gebruik ik geen masker als ik mijn haar ga krullen. Of een heel klein beetje. Want anders dan verzwaart het mijn haar wel een beetje. En dan zakken de krullen wat sneller uit. Het is gewoon een heel fijn masker. Ik gebruik hem echt super graag. Dus die staat gewoon standaard in de douche om te kunnen gebruiken. En dan ga ik jullie nu mijn favoriete shampoo laten zien. Want die heb je natuurlijk ook nodig om je haar te wassen. En daarbij is dit mijn favoriete haar shampoo. En deze is van Dove, de Hair Therapy Damage Solutions Color Radiance Shampoo. En deze is dus speciaal voor gekleurd haar, dus geverfd haar. En wat ik heel erg fijn aan deze shampoo vind, is dat hij niet te sterk ruikt. Hij ruikt wel lekker, maar een beetje zoetig, heel subtiel. En hij schuimt goed. En ik vind het zelf niet... Ik let eigenlijk niet zoveel op sulfaten of dat in een product zit of niet. Ik vind het gewoon belangrijk dat het mijn haar gezond laat aanvoelen, lekker laat ruiken en dat het mijn haar goed schoonmaakt. En ja, om de 2 dagen mijn haar wassen, dan wil ik wel gewoon dat het lekker eventjes schuimt. En niet dat je bijvoorbeeld Yes to Carrots, heb ik ook wel eens geprobeerd. Dat is dan een parabenenvrij, sulfatenvrije shampoo. Heel erg goed allemaal, voor de hoofdhuid zeker. Maar ik merk gewoon dat die mijn haar niet goed genoeg schoonmaakt. En dat mijn haar dan heel snel weer vettig wordt. Dus het liefst gebruik ik gewoon altijd mijn Dove shampoo. En daarbij is deze dus gewoon heel erg fijn. Deze gebruik ik echt al jaren. En soms ook nog wel eens de André Lon voor kleur, die kleurshampoo. Maar dit is gewoon echt mijn toppertje. Dus dit is echt mijn nummer 2 favoriete haarverzorgingsproduct. Het volgende verzorgingsproduct, wat jullie misschien al vaker voorbij hebben zien komen op mijn persoonlijke kanaal, is namelijk het Moroccan Oil Hair Treatment Serum. Wat deze doet, is die verzorgt de haar echt tot diep in de puntjes, maakt het haar glanzend, hydrateert het haar, beschermt het haar. Doet eigenlijk alles wat je haar nodig heeft voor wat betreft verzorging. Ik gebruik deze iedere dag. Ik doe het altijd een beetje. Verdeel ik altijd een klein beetje van de olie over mijn handen. Warm ik het zo een beetje op en verdeel ik het altijd door de puntjes op deze manier. Ik kneed het eigenlijk als het ware in de punten een beetje. En deze ruikt zo ontzettend lekker. Zelfs mijn vriend die vraagt altijd van: wat heb je in je haar? Ben je weer bij de kapper geweest? Want als ik bij de kapper geweest ben, gebruik ze Moroccan Oil. En dat vindt hij gewoon zo lekker ruiken. En ik zelf ook. Het is een beetje... het ruikt naar arganolie een beetje en dan ook weer een beetje fris en een beetje zoetig, een beetje naar noten. Een hele aangename geur vind ik het. En ook de andere producten van Moroccan Oil vind ik altijd heel erg fijn. Maar dit is gewoon echt, als ik moest kiezen, mijn favoriete haarproduct van hun hele lijn. En dat is dus het haarolie. Ja, verder niks meer over te zeggen behalve dat ik hem gewoon heel erg fijn vind en dat hij mijn haar lekker zacht maakt. Mooi laat glanzen en er gewoon gezond uit laat zien. En dat is wat ik zoek in haarolie. Dus zeker een aanrader.
Nog een product waar ik echt bij zweer en dat is de Batiste droogshampoo, de brunette versie. Ik heb zoveel droogshampoos geprobeerd mijn hele leven. Sinds droogshampoos bestaan heb ik denk ik wel zo'n 20 of 25 droogshampoos uitgeprobeerd. Allemaal, ja, het was gewoon, ik kon gewoon niet meer uit mijn woorden. Het was het gewoon allemaal net niet. Heb ik eindelijk echt hands down de beste droogshampoo ever gevonden. En dat is dus deze van Batiste. En dit is de brunette versie. Daar moet je wel goed op letten. Hij ruikt niet super lekker. Gewoon een beetje fris, een beetje mannelijk. Ik weet niet. Het is niet super aangenaam de geur. Maar hij zorgt er wel voor dat mijn haar echt weer droog wordt. Dus als mijn haar vettig is en ik moet eventjes gewoon snel de deur uit. En ik wil geen vettige haardos hebben. Doe ik altijd een beetje droogshampoo op de roots. Dus op de hoofdhuid. En dan is het gewoon binnen no time weer fris. En ziet het er schoon uit alsof ik gewoon net heb gedoucht. Dus dit is echt gewoon, ja, ik zweer bij deze. Dit is gewoon mijn favoriete droogshampoo ever. Ik hoef het liefst geen andere droogshampoo meer. Ik blijf ze natuurlijk wel testen, want er zal vast nog wel eens een hele goede uitkomen waarvan ik net zo tevreden ben als deze. Maar voor nu, dit, ja, ik kan gewoon niet meer zonder deze. Dus die staat gewoon standaard in mijn haarverzorgingsstash en die gebruik ik echt heel erg vaak. Dus die is zeker heel erg fijn en die kan ik zeker iedereen aanbevelen die snel vettig haar krijgt en geen witte waas wil, want dat doet deze dus ook niet. Echt een toppertje. En dan tot slot mijn laatste product. Want het zijn natuurlijk 5 producten die iedereen laat zien deze week in de video's. En dat is deze Pro Series Fashion Gloss Mousse. En dit is de Max Hold Formula. En ik vind dit een hele fijne mousse. Die gebruik ik eigenlijk altijd voordat ik mijn haar ga feunen. Dan breng ik altijd een heel erg klein beetje aan door het haar. En ik zal je eerst vertellen, dit heb ik geleerd van Masha. Ik ben een keertje mee geweest met haar naar de Bee Academy. En toen... deed ze mousse door mijn hele haar. Zij gebruikte toen geloof ik de John Frieda of de Biosilk mousse. Maar toen heb ik het thuis een keertje geprobeerd met een andere mousse. Met deze en ook met dezelfde die zij had gebruikt. Maar deze vind ik heel erg fijn. En die brengt dan aan dus over mijn hele haar. En daarmee prep je dus het haar zoals zij toen zei. En wat je dan dus hebt is dat je haar een beetje stroef wordt. En dat het, ja, zeg maar de styling tools makkelijker. Ik weet niet. Het stylen gaat dan allemaal heel erg makkelijk. En ook als je haar echt gaat stylen, dus glad wilt stylen, dan blijft het gewoon heel erg mooi glad. En het ziet er gewoon heel mooi uit. En dat heb ik dus ook met krullen. En altijd als ik mijn haar krul, dan wil ik gewoon dat het lang blijft zitten. Maar ook dat het een goede hold heeft en veel volume. En dat kan dus met mousse. Voordat ik ga feunen, breng ik het aan over mijn hele haar. Niet te veel. Ook een beetje hier bij de roots. Verdeel ik het heel klein beetje op de haarscheiding. Verdeel ik het een klein beetje, veeg ik het uit. En dan ga ik feunen met een borstel. En vervolgens ga ik stijlen met een krultang. Of ik stijl mijn haar met een stijltang als ik het echt mooi sleek en glad wil hebben. Maar echt, ik kan niet meer zonder mousse. Dat moet ik gewoon altijd bij mijn haarroutine gebruiken. Dus dit is dan absoluut mijn favoriet. En dit is geloof ik limited edition. Ik weet niet of die nog in de winkels ligt. Maar Pro Series, dus Bella, heeft altijd wel een hele fijne mousse. Dus die zal ik echt heel erg vaak nog gaan gebruiken. Dit is inmiddels mijn tweede bus ervan. Dus ja, ik had eventjes ingeslagen toen ze in de winkels lagen. En ik weet niet of ze er nog zijn. Ik hoop het wel, want ik moet echt binnenkort weer eventjes wat nieuwe gaan halen. Gewoon eventjes als backup stash. Dus ja, dit is mijn favoriete mousse. Ja, dit waren dus mijn top 5 haarverzorgingsproducten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En vergeet ook niet om de andere video's van onder andere Charlotte morgen nog te bekijken. En van Lotte vrijdag. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doeg! Hoi, welkom.